U gaat nu een filmpje van mij zien over Jeruzalem. Jeruzalem wat vandaag de dag zeer in de belangstelling is, zowel bij de Joden als de Palestijnen. En wat ik daar heb gefilmd is onder andere de Bar Mitzwa bij de Klaagmuur. En wat ook heel bijzonder is, is het Holocaustmuseum Yad Vashem. Als je dat hebt gezien, ja, dan ben je diep en diep onder de indruk. En ik hoop dat u dat ook zo zal ondergaan. Vanaf de Olijfberg hebben we een prachtig uitzicht op Jeruzalem en de rotskoepel. Veel Joden worden begraven op de Olijfberg, want dan zijn ze zo dicht mogelijk bij het dal van Jozafat, waar de mens, zo zegt men, op de dag des oordeels zal verrijzen uit de dood. Hiernaast staat de basiliek van de naties, ook wel genoemd als de basiliek van de doodsangst. Hij is gebouwd op de rots in de hof van Gethsemane, waar Jezus bad op de avond voordat hij werd gearresteerd. De vergulde mozaïek buiten op het timpaan stelt ook de doodsangst voor. De naam Stefanuspoort stamt uit de middeleeuwen. De christenen meenden dat Stefanus, de eerste christelijke martelaar, hier was terechtgesteld. Eerder nam men aan dat Stefanus bij de Damascuspoort was gestenigd. Voor de Sint-Anna-kerk is een archeologische vindplaats. Er zijn nog resten van een Romeinse tempel, vermoedelijk gewijd aan de god van de geneeskunst, en de resten van een Byzantijnse kerk die op de tempel is gebouwd. Volgens velen ligt hier het pad van Bethesda. Dat wordt genoemd in het evangelie van Johannes. Christus genas hier een verlamde. De Via Dolorosa wordt beschouwd als de weg der smarten, die door Christus zou zijn gelopen op weg naar zijn kruisiging. Sommige staties zijn gemarkeerd met plakettes, die soms moeilijk te vinden zijn tussen de kraampjes met religieuze souvenirs. We staan nu voor de belangrijkste kerk van het christendom. De Heilige Grafkerk is gebouwd rond de plaats waar Christus zou zijn gekruisigd, begraven en opgestaan. De kerk is in de loop der eeuwen verwoest en weer herbouwd door de Byzantijnse keizer Constantijn en later door de kruisvaders. Bij de steen van de balseming wordt het balsemen en in doeken wikkelen van het lichaam van Jezus na diens dood herdacht. Een lange rij mensen wachten op hun beurt om voor de christenen heiligste plaats ter wereld te zien. In het heiligdom bedekt een marmeren plaat de rots waarop het lichaam van Jezus zou zijn neergelegd. Het filmen van dit hoogtepunt
werd door de aanwezige geestelijke niet in dank afgenomen. De rotskoepel domineert Jeruzalem en is een symbool van de stad. De rotskoepel is gebouwd in de 7e eeuw en een schitterend voorbeeld van islamitische architectuur. Het majestueuze bouwwerk is opgetrokken om de superioriteit van de islam te benadrukken en een islamitisch centrum in de heilige stad te creëren. De rotskoepel is eerder een heiligdom dan een moskee. Het bevat elementen uit de klassieke en Byzantijnse architectuur. We gaan nog één keer terug naar de klaagmuur om getuige te zijn van de zogenaamde Bar Mitzwa. 13-jarige jongens worden dan zoon van de wet. Het is een feestelijk gebeuren waarbij de jongens de Torahrol mogen dragen en openen. De klaagmuur is de heiligste plaats van het Jodendom. Op het plein ervoor wordt permanent gebeden. In de spleten van de muur worden briefjes gestopt waarin allerlei boodschappen zijn vermeld. Op onze laatste dag bezoeken we Yad Vashem. Het is een museum, maar vooral ook een monument om de meer dan 6 miljoen Joden te herdenken die tijdens de Holocaust omkwamen. Er liggen nog volle bloemenkransen omdat het Holocaust Memorial Day is. Laten beelden uit oorlogstijd zien hoe het leven op straat zich afspeelde. Of names zijn de namen te lezen van allen die omkwamen, met zoveel mogelijk biografische gegevens.
als je de wand ziet met boeken. De 6 miljoen omgekomen Joden voor het nageslacht bewaard worden. Dan word je heel nederig en verdrietig. Alsjeblieft, dit nooit meer.